Zo, welkom. Vandaag gaan we de stoterstangen opnieuw afstellen. Een hele makkelijke klus, maar wel broodnodig om je eierennet lekker veel kilometers te kunnen laten maken. Je hebt maar weinig gereedschap hiervoor nodig. Je hebt nodig een 7/16 steeksleutel, een 1/2 inch steeksleutel, een schroevendraaier voor het gemak. Je moet natuurlijk wel even je bougies eruit halen. En of je nou, zoals ik, snelbinders gebruikt of iets anders om zo dadelijk de stoterstanghuls omhoog te houden, dat moet je allemaal zelf weten. Ik gebruik altijd dit, omdat het lekker makkelijk is. Het gemakkelijkste om eraan te werken is natuurlijk met zo'n mooie krik als hier staat. Dan heb je je ijzernet mooi netjes van de grond af, maar eventueel laat ik zo dadelijk later aan het eind van deze film zien. Kan je ook met een gewone krik de achterkant omhoog krijgen, zodat je aan het wiel kan draaien om de klepje te laten openen en sluiten. We beginnen met het verwijderen van de bougies, zodat het makkelijker is om het wiel rond te draaien, dus het hele motorblok. En er geen compressie wordt opgebouwd in het motorblok, waardoor het gewoon makkelijker is. Nou, dan wordt het als eerste tijd om de stoterstanghulzen te verwijderen, zodat we ze dadelijk hier beneden de boel kunnen afstellen. Het is behoorlijk eenvoudig. En wat je hoeft te doen is hem naar beneden te duwen. Je draait hem eruit. En klaar. Deze is hetzelfde. Aan deze kant vanzelfsprekend ook. Bij mij zit die rottige carburateur in de weg om het goed te kunnen zien, maar ik kan het maar genoeg blind. Dus hoef ik jullie niet lastig te vallen met mijn hoofd. Dat kan je altijd zien. Zeg je dat je het maar genoeg blind kan, wil het niet lukken. Dan kom ik toch even langs. En aan deze kant doen we hetzelfde. Als de hulzen weg zijn, doen we hem omhoog, zodat de bovenste inklapt. Bij deze doen we hetzelfde. Bij deze. Eenmaal. Tweemaal. Alleen nou speelt de zwaartekracht ons natuurlijk parten. Want we moeten hier makkelijk bij kunnen. Alleen we missen altijd een hand. Ik heb maar twee handen. Dus vandaar de snelbinder. Haak ik hem er gewoon achterin. Evenals bij de andere. En haak hem eroverheen. De andere kant exact hetzelfde. Dat is alle ruimte die je nodig hebt, want je kan zonder problemen met je gereedschap hier overal bij komen. Oké, als de hulzen omhoog zitten, wordt het tijd om de stoterstangen zelf af te stellen. Stoterstangen stel je af op het moment dat de stang in zijn laagste positie is, dus ook de nokvolger in zijn laagste positie. Als je zeker wil weten dat hij in zijn laagste positie is, staat het makkelijk als de inlaatklep van de ene cilinder in de laagste positie is, is de andere inlaatklep in de hoogste positie. Wat we nu dus gaan opstellen. Als je een kickstarter hebt, is het makkelijk. Dan geef je een paar slingers aan je kickstarter. En je ziet ze bewegen. Ik heb geen kickstarter, dus ik moet even aan het wiel draaien.
Zoals we nu zien, die is in de hoogste positie. Dan is die zeker weten in de laagste positie. En dan wordt het tijd om het af te stellen. Het afstellen gaan we doen op de manier zoals het tegenwoordig hoort en niet zoals Harley Davidson het ooit heeft bedacht. Toen Harley Davidson de gebruiksaanwijzing voor deze motoren maakte, waren ze nog in ontwikkeling, de motoren. We zijn ondertussen al minimaal 40 jaar verder, dus de eisen daarvoor zijn ook al iets veranderd. Er zijn heel veel van deze motoren gebouwd en heel veel mensen die er echt van alles af weten en uiteindelijk dus hebben gezegd van we doen het anders. Het afstellen van de inlaatstotorstang. We zien twee moeren waarbij dit de borgmoer is en dit de stelmoer. Voordat we de stelmoer kunnen draaien moeten we natuurlijk eerst de borgmoer losdraaien. De borgmoer is 7/16 en de stelmoer is 1/2 inch. Draai de borgmoer los en ik zal even een paar slagen extra geven, dan is het wat beter te zien. Zoals je kunt zien, is hier bij de borgmoer zit een sleuf in. Dat is precies een schroevendraaier ook. Deze sleuf zorgt ervoor dat als je de borgmoer te strak aandraait, hij opent en de druk er weer van afhaalt. Iets wat je nooit moet overkomen, want de hele boel loopt in de soep. We gaan weer even een paar slagen terugdraaien. Door het verdraaien van deze 1/2 inch moer verstellen we de hele stotorstang. Ik zal hem eventjes een stuk naar beneden draaien om wat duidelijk te maken. Normaal draai je hem niet zo ver naar beneden. De stotorstang is echt helemaal vrij van enige druk. Dit om het eventjes goed aan jullie te laten zien. Dan draai ik hem weer eventjes snel omhoog. De goede instelling voor het afstellen van je stotorstang is de stelmoer zo ver omhoog draait dat je weerstand voelt. Daarna mag je de stotorstang nog een klein beetje kunnen bewegen. Hij mag nog bij mij iets strakker. Kleine beetjes zijn genoeg. En nou kan je hem nog bewegen terwijl je toch een klein beetje tegendruk voelt. Niet te veel, niet te weinig, maar precies goed. Volgens Harley Davidson zijn we nu zo ongeveer klaar, maar volgens mij niet. Want de nieuwe manier, de goede manier, is vanaf dit punt nog een klein slagje, het slagje losser draaien. Waarbij je deze platte kant van de moer, onthoud je de plek van, want deze platte kant moet op de plek van die komen. Dus we draaien hem iets naar beneden. En dan zie je dat deze platte kant eerst hier zat. En dan hebben we nu, als het goed is, de correcte speling op de stotorstang zitten. Of klepspeling, zoals het ook al genoemd wordt. De stotorstang zelf draait nog steeds soepeltjes heen en weer. En als het goed is, kunnen we hem niet omhoog of omlaag bewegen. Mijn vingers glijden heen en weer vanwege het olie, maar hij kan niet omhoog en omlaag. Dat is het belangrijkste. Dus klein beetje speling, koude motor nogmaals, klein beetje speling dat we hem kunnen draaien, maar hij kan niet omhoog en hij kan niet omlaag. Dan wordt het tijd om de boel weer vast te zetten. Hou voor het gemak eventjes je vinger op de stelmoer, dan weet je zeker dat hij niet verdraait. Want die mag natuurlijk niet meer verdraaien. En de borgmoer draaien we weer vast. Ik zei net al dat we de borgmoer niet te vast moeten draaien. Dus vandaar, met één vinger zet je genoeg kracht om hem verantwoord vast te zetten. Niet met grof geweld, gewoon rustig. Je voelt, als je een beetje vaker hebt gesleuteld, echt wel wanneer het goede moment is. En in dit geval met één vinger. Zit je altijd goed. Nou, we hebben nu de inlaatklep van de achterste cilinder afgesteld.